Ik ben Lieke en ik ga over iets vertellen. En dat is dit keer iets heel bijzonders, want ik ga het even pakken. Deze beker heb ik gewonnen. Ik ga het hier een beetje naar achteren. Deze beker heb ik gewonnen op het toernooi. Je ziet het, hier zo heb ik het gewonnen. En de tweede prijs, als jullie wel hadden zien. En op het toernooi, toen was het echt super duper warm. En het was echt super warm, we gingen watervecht zelf houden. Dat was heel leuk. Bijna iedereen een hemdje, dat was heel leuk. En met water spelen en zo, heel veel water drinken. En natuurlijk heel goed voetballen. En daarna nog de penalties doen. Het was echt super leuk. En zondag, deze zondag, is mijn zusje jarig. En dan hebben we nog een toernooi. En ja, ik weet niet hoe warm het dan wordt, maar ja. En zaterdag is mijn zusje jarig. Dus nog niet heel lang. Dan wordt het weer. En dit is een wisselbeker trouwens. En nu heb ik hem en Lucia krijgt hem daarna weer. Dat is iemand uit mijn team. Dat is echt super leuk, een beker. Oh, kijk, dit is de voorkant. Dit is de bal. En dit is het riff wat er nog op zit. En hier zo zitten nog zulke dingetjes. En hier zitten ook nog stippertjes. En dit is de achterkant samen. Is de onderkant gewoon zwart. Dat was een wisselbeker. Ik heb ook nog een medaille gekregen. Heb ik al in medailles. Ik laat jullie alles zien video. Heb ik ook allemaal medailles laten zien. Als je die nog niet hebt gezien, kijk er dan. Dan kan je hem zien. Want anders duurt dit veel te lang. En het is echt een superleuk beker, heb ik al gedaan. En natuurlijk een superleuk toernooi. En ja, we moesten tegen heel grote ploegen en natuurlijk ook sterke. Maar wij zijn natuurlijk beter. We zijn tweede geworden met RKVW MO93M. Dus dan vind ik. En ik ben natuurlijk hartstikke trots. Die nu kijken die het toernooi hebben gespeeld. Ja, die kan het. Jullie hebben het gewoon gedaan en ik heb het gedaan. Dus ik hou heel veel van jullie. Hartje naar jullie. En ja, klasgenootjes die kijken. Hallo. Ik zie jullie nog wel in de klas. Of na 3 uur. Chanel, Anna, Maan, Daphne, Maas. Iedereen die kijkt aan mijn klas. Ik zie jullie morgen. Mijn haar is een beetje raar. Het is vandaag donderdag. Ja, donderdag. Ja, ik ga kijken. Donderdag. Donderdag 13 juni. Is het 2019. En ik maak nu een vlog. En ik ben 8 jaar trouwens. En ik ben 8 jaar. Dus ben ik gevolgd dus. En ja. Ja. Wat zullen we nog meer vertellen over het toernooi eigenlijk? Oh ja, het is echt super heet. Ik was echt heel lang uitgeput. En ja, de keeper die ook hebben gekiept. Die hebben het heel goed gedaan. We hebben het bereikt. We zijn tweede geworden met deze beker. Dus ik ben trots op jullie. Ik vind hem zelf ook super leuk. Laat nog een reactie achter. Wat je het leukste aan de beker vindt. En aan de video. En geef een duimpje omhoog. Nu alvast. En ja. Volgens mij willen jullie nog iets meer weten. Mijn lievelingskleur is babyblauw. En mijn lievelingseten is macaroni. Zo. We zijn 5 minuten bezig.
Oké. Het toernooi was echt heel leuk. We hebben heel veel dingen gedaan. We moesten heel vaak op en neer lopen om een fles water te vullen en een spuit. En maar verder was echt super warm. En mijn zusje was gelukkig bij mijn opa en oma. Het is echt heel warm. En ja. We zijn wel tweede geworden, dus ja. We hebben het verdiend, dus ja. Ik heb nog ook iets anders te vertellen, want ik heb heel veel leuke dingen gedaan. Sorry voor mijn zusje. Ik heb hier een muziekje voor. Hou op, Zoe! Sorry. Ik ga het even tegen mijn moeder zeggen. Het is heel irritant. Bedankt voor het wachten. Niet weer geklikt, hè? Nou, nog een ander rubriekje voor mij. Ik ben super grappig. Kom jij doen? Hallo allemaal. Mm-hmm. Ik ben de mama van Lieke. Ja, dat is waar. Nou, dan weten jullie dat ook weer. En wat wou ik nou zeggen? Oh ja! Ik moet zo meteen weer naar school toe. En ja, dat is ook super leuk. Ik ga naar groep 5. En we hebben natuurlijk heel succes naar op school, hè. Nou. Dit is nog de beker als jullie niet hebben gezien. En ik heb nog maar één ding te zeggen. Geef een duimpje omhoog. Geef niet te abonneren. En bedankt voor het kijken naar mijn vlog. Doei doei!